For the Flying Birds. Voor reminders ook voor de Flying Birds. Uitkomen van SC Putremmen, Linda Pater voor CET Raaldemmen, Manana van Rijssen voor de Heideclub, hebben Floor Gozens en voor SC Amersfoort hebben Anne Jacobs. Succes! Ik denk de absolute favoriet op deze finale te winnen. Zij ging heel aan de binnenkant met Anne Jacobs. Komt dan naar Floor Gozens vanaf startpositie nummer 2. En denkt dat Anne Jacobs daar eens eerste gebocht instuurt. En ze komt er ook als eerste uit. En op positie nummer 2 hebben we natuurlijk daar Floor Gozens rijden. Jona van de Heideclub ziet gewoon aan het kijken naar een gaatje. Zit op een flinke touw. En dan wordt nog een Palerie Meijners. Nooit te onderschatten op die laatste twee stukken. En dan lijkt het toch dat Floor Gozens ernaast gekomen. Naast Anne Jacobs. Dan zit je aan de buitenkant. Dan zit je helemaal verkeerd eigenlijk. Als je niet buiten omheen komt, dan lukt het niet. En dan lijkt toch steeds Anne Jacobs even Floor Gozens. Nee, dan komt er een hele zachte gedeelte uit. Dan valt ze helemaal zelf. Dan gaat Palerie Meijners ons toch nog met de tweede plaats meenemen.